is it the first Sunday of February? This is the first Sunday of February, so we welcome you. Het is de eerste zondag van februari en we willen u welkom heten. I want you to be excited. Ik wil dat u enthousiast bent. I want you to enjoy yourself today. En ik wil dat u dan vandaag gaat genieten. Because there is a reason to do that. Amen. Er is een reden om dat te doen. There's a reason to do that. Er is een reden om dat te Sometimes doen. We don't find the reason, but there's a reason to do that. Soms dan vinden wij geen reden, maar er is altijd een reden. If there's anything I believe about God, als er iets is wat ik dan zeker geloof in God, is that everything He plans, is dat alles wat Hij dan plant, is for a people. Is dan voor een bepaalde persoon. And only those people can receive it. En Amen. Alleen die mensen zijn in staat om het te ontvangen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I want you to say, today is my day. Vandaag is mijn dag. To receive. Om te ontvangen. What the Lord wants for me. Wat de Heer voor mij bedoeld heeft. I will not allow anything. Ik zal dan niks toestaan. To take it away from me. Om het van mij weg te nemen. I know you're very excited, Amen. But you have to let me preach a little bit. Amen. You see, I want to greet those of you at home who are watching online. Like we always advise, if you are doing Sunday online, put away everything. Get dressed as if you are in the church. Sit down and watch the service. Don't multitask with watching the service. Mm-hmm. Serving God and doing other things. Amen. And if you don't mind, be a media evangelist. Press like on this, share it, and make your own comments as you listen to the message so that other people can also benefit from it. Amen? Amen. We love you. You are watching from home. We are here. We are enjoying ourselves in Amen. The name of Jesus. Amen. 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 There is something that we do not realize sometimes. Er is iets wat wij dan soms niet realiseren. Whenever we go through things, als we door dingen heen gaan, when God saves us from it, als God ons daarvan redt, we do not realize. We realiseren het niet. That there are people who went through the same thing. Dat er mensen zijn die door hetzelfde zijn heen gegaan. But they never came out of it. Maar dat ze dan nooit uit zijn gekomen. Amen. Amen. When we go through things, als we door dingen gaan, when we go through difficult times, als we door moeilijke tijden heen gaan, when we go through sicknesses, als we door ziekte heen gaan, when we are attacked by diseases, als we aangevallen worden door ziektes, when we get problems in our marriage, als we dan problemen ervaren, when we have problems with our children, als we problemen hebben met onze when kinderen, we have problems at school, als we op school, when we get problems financially, als we door financiële problemen, when we have problems in our business, of in ons bedrijf, when life looks like life is nothing, als het leven dan uitziet alsof het leven and you feel like giving up, en dat je het gevoel hebt om op te and at the end of the day, en dat aan het eind van de dag, sometimes it takes long, soms dan neemt het heel sometimes lang, sometimes it's very short, soms dan duurt het heel kort, but at the end of the day, maar aan het eind van de dag, God extends His hand to you, God die strekt zijn hand uit naar sometimes u, sometimes we do not realize, soms realiseren we dat niet, that the same condition we went through, dat in diezelfde conditie waar we doorheen zijn gegaan, some people never survived, dat er sommige mensen waren die het niet the sickness we went through, de ziekte waardoor we heen zijn, that we are still alive, en dat we nog steeds leven, many people died from it. Vele mensen die zijn overleden. Oh, am I preaching to myself or I'm preaching to you? Amen. The same sickness, diezelfde ziekte, that keeps us there, die ons daar heeft gehouden, and we have hope we're going to be okay. En we hebben geloof dat we dan okay zouden zijn. Has killed many people. Heeft vele vermoord. The situations we face, de situaties die we dan geconfronteerd, that we think is the end of the day, dat we dachten dat het het einde zou zijn, it has ruined many people. Het heeft dan vele levens geruineerd, vernietigd. But God stretched forth His hands. Maar God die heeft dan zijn hand uitgestrekt. And got you out of it. Amen. En die heeft u uit die situatie gehaald. He got you out of it. Hij heeft u
daaruit gehaald. You know, God did not promise Christians that they will not have problems. God die heeft dan christenen niet beloofd dat ze geen problemen zouden hebben. I've never preached that here before. Ik heb dat nooit hier gepredikt. God taught us. God heeft ons gezegd. From His Word. Vanuit zijn woord. That when we go through troubles. Dat we door de problemen zouden gaan. That we go through fire. Dat we door het vuur zouden gaan. But the promise He gave to us. Maar de belofte wat Hij aan ons heeft gegeven. Is that He will always be with us. Is dat Hij er altijd bij ons zal zijn. Amen. That's His promise. Dat is zijn belofte. That's His promise. Dat is zijn belofte. So when you are going through anything right now. Dus als u dan op dit moment door wat dan ook heen gaat. You have to believe. U moet geloven. That is not the end of it. Dat het niet het einde is. That God is going to bring you out of it. Dat God u daaruit zal halen. Some of the things some of us have gone through. Sommige van de dingen waar wij waarvan een aantal van ons doorheen zijn gegaan. Is actually a message that God has given to us. Het is eigenlijk het boodschap wat God aan ons heeft gegeven. Because when you are saying it to people. Want wanneer je het vertelt aan mensen. You didn't read book about it. Dan heb je dan geen boek daarover. It is your experience in life. Het is uit uw eigen ervaring. I want you to lift up your hand and say, Father. Ik wil dat u dan uw hand opheft en zegt, Vader. Say, Father. Vader. I know I'm going through things now. Ik weet dat ik nu door dingen heen ga. But I know you are with me. Maar ik weet dat u bij mij bent. This thing. This thing. This thing will not put me down. It will not pull me down. It will pull me up. It will pull me up. Because I will see the glory of God in it. Ik zal dan de glorie van God hierin zien. You know, yesterday we had a wonderful time in Tiber. Gisteren hadden we een geweldige tijd in Tiber. Oh my God, my God, my God. Oh my God, my God. The anointing service. Het was een gezalfde dienst. Oh my God. Oh my God. The lion was speaking. De leeuw die was aan het spreken. It was a fight from beginning to the end. Het was een gevecht van het begin tot het eind. The Christian life. Het christenleven. Is a life of fighting. Het is een leven van gevecht. If you cannot fight. Als u niet kan vechten. You cannot be in the Christian life. Dan kunt u niet in het christenleven zijn. You fight. U vecht. At every stage. Op elke fase. Every stage of your life. Elke fase van uw leven. He took us to somewhere that I was really shocked. Het nam ons op een bepaalde punt. Ik was dan zo verbaasd. After Joshua had dealt with the giants. Toen Joshua dan had afgerekend met al die reuzen. Some of the giants were not killed. Een aantal van die reuzen die waren nog niet vermoord. They waited for the time of David. En ze wachten tot de dag van David. They started again. En toen begonnen ze het weer. And there are some giants. En er waren een paar reuzen. That stay on the mountain. En die bleven daar op de bergen. Stay in the cave. En daar in de grotten. When you have climbed the mountain. Als u dan naar de bergen bent opgeklimd. And you are coming down. En u komt dan naar beneden. Wait for you. Dan wachten ze daarop. They grab you at your weakest point. En dan grepen ze dan u vast op uw zwakke plek. After you have achieved it. Nadat u dan het heeft overwonnen. And you have celebrated it. En u bent het aan het vieren. And now you want to relax. En nu wilt u dan gaan ontspannen. They come out from the cave. En dan komen ze dan vanuit de grotten. And they grab you. En dan nemen ze dan u. When you feel like there is no need to fight. Als u dan het gevoel hebt. Dat er is geen reden om te moeten vechten. I've gotten it all. Ik heb alles al verkregen. It will come out. En dan zal het dan uitkomen. At the time you don't expect it. Op het moment dat u dat niet verwacht. And he said to us. En hij zegt tot ons. You have to be ready to fight. U moet dan altijd klaarstaan om te vechten. You can't give up. U kan dan niet opgeven. You have to raise soldiers that can fight. U moet dan soldaten oprichten die in staat zijn the om te Christian... vechten. A Christian is a fighter. Een christen die is dan een vechter. And I was happy that some of our members were there. Because they were so excited and they were looking at me because they have heard it from me many times. Ik was dan zo enthousiast dat er een aantal leden van ons daar waren. En ze keken naar mij. Want ze wisten, ze herkenden dat ik dat vele malen zeg. I want you to say I'm a fighter. Ik ben een vechter. Or say like me, I'm a fighter. Ik ben een vechter. Say bring the fight. Bring the fight. Oh, come on. I want you to be very aggressive. I'm a fighter. Ik ben een vechter. Bring the fight. Laat I'm ready for it. Ik ben klaar. Come, I'm ready to fight. Ik ben klaar om te vechten.
You know one thing, if you never declare you want to fight, people will never leave you alone. Als je dan nooit verklaart dat je wil vechten, dan zullen mensen jou nooit met rust laten. When they know you always afraid. Want ze weten dat u bang bent. They will always come for you. En dan zullen ze altijd achter u gaan. And when he was saying it. En als hij dat zei. I was very happy. En ik was zo blij. Why? Waarom? I stood here in November. Want ik stond hier in November. And I declared. En ik verklaarde. That this city. Dat deze stad. This city. Dat deze stad. This city. Deze stad. We have no rest. Het zal geen rust hebben. Until the word of God is preached in this city. Totdat het woord van God gepredikt wordt in deze stad. I said every troublemaker. En ik zei elke probleemmaker. On the other side. Aan de andere kant. Get ready for war. Wees klaar om te vechten voor oorlog. It was a clarion for war. Het was een verklaring tot oorlog. And I have seen the war coming too. En ik heb dan ook de oorlog zien aankomen. And we are not ready to run. En we zijn niet klaar om weg te rennen. We'll fight. We zullen vechten. I say we'll fight. Ik zeg we zullen vechten. In the kingdom of God. In het koninkrijk van God. You don't get territories. Je krijgt geen territorie. You are not given territories. Het zal niet aan jou gegeven worden. Even if it's given to you, zelfs als het aan u gegeven somebody wordt, fought for it. Iemand heeft daarvoor gevochten. This, you only get territory you have won by yourself. Je krijgt alleen terreinen waarvoor. And je if you want to expand, en als je dan wil verderen, you have to fight. Als je wil uitbreiden, dan moet je ook vechten. Amen. Nobody's going to give you anything. Niemand zal het aan u geven. You have to fight for it. Maar u moet daarvoor vechten. Halleluja. Amen. The fighting mentality of Christians need to come back. Amen. De vechtende mentaliteit van de christen moet terugkomen. Amen. It has to come back. Het moet terugkomen. We are warriors. We zijn vechters. We're warriors. We zijn soldaten. We're warriors. Strijders. They strike you. Ze halen u neer. You're going to fast and prayer. Dan gaat u vasten en bidden. You don't go crying all over the place. No, 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 no. Je kan dan niet lopen huilen. You need to pray in the midnight. U moet dan middernacht bidden. Pray. Bid. But you don't withdraw. Maar u trekt zich niet terug. You don't retreat. U trekt zich niet terug. You don't surrender. U geeft het zich over. You fight. Maar u vecht. Because the enemy will never let you go. Want de vijand zal u nooit laten gaan. Am I talking to somebody? Spreek je tot iemand. Am I talking to somebody? Spreek je tot Am I talking to somebody? Nobody will give you what you are looking for except you fight. Niemand die zal u geven datgene waarnaar u op zoek bent. U moet daarvoor strijden. Come on, lift up your voice and begin to talk to the Lord. Come on, talk to him. Rekaraba yete sutekete. Irombro sinda grade yete riba siti. Rekombro zigrede brada kondaria sita. Prate karaba yete prokete rebojate. Man presin grande reposheke. Ibrasi keria tosara. Man predu crede borita reba yete. Ingre reboja. Masukeria tosa grida bad. Reposekete rebojata. Ribrande grande. Marunte site ribrecuteria. Rimbrazigadem ragador. Ripetu riante sante. Ibrande sumbre gede. Ibrosi grade brasigade. Rapota grade macaria tosa. Ikrede rebojata. Imbrosinere, manturi ante sante, I preta che la bayete rebo. In Jesus' name we pray. Amen. So I'm a fighter. Ik ben een fighter. Oh, you're not convincing me. Say I'm a fighter. Ik ben een strijder. I'm not afraid of war. I'm not afraid of war. Bring it on. Bring it on. Amen. You can be seated now. U mag dan plaatsnemen. God bless you. God zegen. On behalf of myself and my wife, I want to thank you. Namens mijn vrouw en ik, dan wil ik u bedanken. For keeping the church when we're not around. Dat u dan de kerk heeft behouden toen wij dan hier waren. You did all that you could. U heeft alles gedaan wat u dan kon. And we are very grateful. En we zijn zeer dankbaar. We went through some challenges. We zijn door wat uitdagingen heen gegaan. But God is faithful. Maar God is getrouw. Amen. 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 Please let's go to Hebrews chapter 11. Laten we dan gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Hebrews chapter 11. Hebreeën hoofdstuk 11. If you are in Hebrews, shout hallelujah. Zeg hallelujah.
Hebrews chapter 11. Let's be fast. Hebreeën hoofdstuk 11. Hallelujah. Hallelujah. I'm so excited when I read it. This lady is so excited. She won't even allow me to talk. Hebrews chapter 11. Hebreeën hoofdstuk 11. I'm going to read verse 32. En ik ga vers 32 lezen. Verse 32. Vers 32. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, and of David, and Samuel, and of the prophets. Father, we thank you for the gift of the word. Holy Spirit, we ask you to give us the intent and the content and the blessing of your word today. As we go through your word, let our ears be open to hear you. Let us hear the voice behind the word that we are reading. Amen. Give us understanding like the ancients. And let the power that is in the word be released unto us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And the people say, Amen. Hallelujah. We have been talking about faith for some time. We hebben het al een lange tijd over het geloof. And we are going to keep on talking about faith. En we zullen dat ook voortzetten. This year is declared as a year of make it happen. Dit jaar is verklaard als het jaar van laat het gebeuren. And I feel that you cannot make it happen if you do not have the force of faith. En ik voel dat je kan dan niet, je kan het niet laten gebeuren als je dan niet het juiste geloof hebt. You need to have faith. Je moet geloof hebben. Faith is a force. Het is dan een kracht. And the Bible says that without faith you cannot please God. En de Bijbel die zegt dat zonder het geloof kunt u God niet behagen. For you to make it happen. Voor u om het te laten gebeuren. You cannot do it without faith. U kan het niet doen zonder het geloof. Faith is what turns what is not visible into something that is visible. Geloof is datgene dat maakt dat datgene wat dan niet zichtbaar is, dat het zichtbaar wordt. Few weeks ago we were celebrating January. Een aantal weken terug waren we januari aan het vieren. We are already on the 7th day of February. En we zijn dan nu al op de 7e dag van februari. Before you know it, we are going into 2022. Voordat u dan het in de gaten heeft, dan zijn we al onderweg naar 20. So you need to employ the force of faith. Dus u moet dan het geloof gaan toepassen. I spoke about the law of Newton. En ik heb het dan over de wet van Newton gehad. And I gave out the three laws. En ik heb dan de drie wetten dan gegeven. Aristotle also in a way saw those laws. Aristoteles heeft dan ook die wetten gezien. And Johannes Kepler also saw the law of inertia. En Johannes Kepler die heeft dan ook deze gezien. It is very simple. Het is heel simpel. This preaching table will be here. Deze preektafel die zal dan hier zijn. Forever. Voor altijd. Unless a force is applied to it. Tenzij dat er een kracht toegepast wordt. It will never move. Dan zal het niet in beweging komen. It doesn't matter what the table thinks of itself. Het maakt niet uit wat de tafel van zichzelf denkt. It doesn't matter what people think about the table. Of wat mensen over de tafel denken. The table has to move. De tafel moet bewegen. And for the table to move. En om de tafel te bewegen. You need to apply a force. Dan moet u dan een kracht gaan toepassen. And one of the forces that God has given to us. En een van die krachten die God aan ons heeft gegeven. Is faith. Dat is het geloof. He said, he that cometh to me must believe. En de Bijbel zegt, degene die tot mij komt, die moet geloven. If you come to me, als u naar mij komt, you need to believe that I'm God. Dan moet u geloven dat ik God ben. You need to believe that I can do what I said I can do. Ja, moet je geloven dat datgene wat ik zeg dat ik kan doen. If you cannot believe that, als u dan mijn woord niet kan geloven, you cannot do anything with me. Dan kunt u niks met mij doen. So the beginning of it is faith. Dus het begin hiervan is het geloof. The end of it is faith. En het einde daarvan is het geloof. It doesn't matter the circumstances. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. It depends on how you have conditioned yourself to believe God. Het is afhankelijk van
Hoe u uzelf heeft geconditioneerd om in God te geloven. You know, coming to church does not mean you believe in God. Het naar de kerk komen betekent niet dat u gelooft in God. Counting how many years you've been in Christ does not mean you believe in God. Het tellen van hoeveel jaren u in Christus bent betekent niet dat u in God gelooft. The exploits you do. De daden die u doet. Depends on how you have mentally conditioned yourself to believe the word of God. Is afhankelijk van u, hoe u uzelf mentaal heeft geconditioneerd om in God te geloven. Your mindset. Uw mentaliteit. Towards God. Naar God toe. That he's able to do. Dat hij in staat is om te doen. That with him nothing is impossible. Dat met hem niks onmogelijk is. Not the condition, but nothing is impossible. Niet de condities, maar niks is onmogelijk. I like to hang around my bishop so much. En ik geniet ervan om dan in de nabijheid van mijn bisschop te zijn. Why? Waarom? You can just see all over him. Want je kan het helemaal over hem zien. Faith. Het geloof. In the presence of a shaking situation. In de tegenwoordigheid van een schuddende situatie. The way he will talk to you. De manier hoe hij tot u zal spreken. You look at the situation. Dan kijkt u naar de situatie. You look at what he's telling you. En u kijkt naar datgene wat hij zegt. I'm like, what? En dan vraagt u zich af van, wat is dit? You just receive this confidence. En dan ontvangt u dan het vertrouwen. That is going to be okay. Dat het goed zal zijn. That is faith. En dat is geloof. That is when you come to the point. Dat is dan wanneer u op het punt komt. That you know that you know. Dat u weet dat u weet. That you know. Dat u weet. That you know. Dat u weet. That you are going to know. Dat u zal weten. That you already know. Dat u al weet. That if God does not do it. Dat als God het niet doet. Nobody can do it. Dat niemand anders het kan doen. Amen. Amen. When you are completely saturated. Wanneer u dan helemaal onderdompeld bent. By God. Door God. And what he does. En wat hij doet. That's faith. Dat is geloof. It's a gift. Het is een geschenk. If you don't have it, you can ask for God. Als Amen. U dat niet heeft, dan kunt u naar vragen. When you are dealing with a man of faith. Wanneer u dan omgaat met een man van geloof. It looks as if he's arrogant. Dan lijkt het alsof hij arrogant is. Because the way he talks. Want op de manier hoe hij spreekt. About issues. Over zaken. You cannot even see the way he sees it. U kan het niet eens zien hoe hij het ziet. You wonder. U vraagt zich af. How come? Hoe kan het zijn? Make it happen, wonderful word. But it cannot except you use the force of faith. Maak het dat het gebeurt. Dat is een geweldig woord. Maar u kan het niet doen zonder het geloof. Voices all over the place. Stemmen overal. Which voice do you believe? Welke stem gelooft u? I feel like preaching this morning. Ik voel al spreken deze ochtend. Which voice do you believe? Welk woord geloof je? Which voice is leading you? Welke stem leidt u? Can I tell you one story? Kan ik u één verhaal vertellen? Not from me. Niet vanuit mij. From the Bible. Vanuit de Bijbel. That God had to face. Dat God die werd geconfronteerd. God had to face it every time. God die moest het elke keer dan weer aangaan. God had to face it every single time. Elke keer moest God het weer aangaan. In the Bible. In the Bible. The children of Israel. De kinderen van Israël. Were in bondage. Die waren dan in gevangenschap. One of my pastor friends was talking about recently during our fellowship. They were in bondage. Ze waren in gevangenschap. When you are in bondage. Wanneer u in gevangenschap bent. You have no freedom. Dan heeft u geen vrijheid. You can't decide what you eat. Je kan niet beslissen wat u eet. You can't decide when you sleep. Of wanneer u slaapt. You labor for somebody. U werkt voor iemand. Your children become slaves. Uw kinderen worden slaaf. You are a possession of somebody. U bent het bezit van iemand. That was their condition. Dat was hun conditie. They were laboring without salary. Ze waren aan het werken zonder een salaris. And there was no time they were going to stop. En er was dan geen tijd dat ze dan zouden They had stoppen. No properties. Ze hadden geen bezit. They had nothing. Ze hadden helemaal niks. Somebody say nothing. Niks. And God had their cry.
En God die hoorde hun gehuil. He sent Moses to bring them out. En hij zond Mozes om hun uit te brengen. And they saw all the miracles. En ze zagen alle wonderen. 10 plagues. 10 plagen. It happened before them. Het gebeurde voor hun ogen. In their eyes. Voor hun ogen. They saw the firstborn of Egyptians, including fly and goat and sheep, die. Ze zagen de eerstgeborenen van de zonen en dan zelfs de dieren zagen ze dan. They saw it. Ze zagen het. Happened before them. Het gebeurde voor hun ogen. And their own was spared. En hun eigen werd bespaard. They went to borrow. Ze gingen lenen. And they knew they were not going to pay back. En ze wisten dat ze niet zouden terugbetalen. Overnight. Over een nacht heen. They were millionaires. Ze waren dan miljonairs geworden. Follow my voice. The way I'm shouting. They become millionaires overnight. Ze kwamen, in een nacht werden ze miljonairs. They came to the Red Sea. En ze kwamen daar bij de Rode Zee. They looked. En ze keken. They saw army pursuing them. En ze zagen dan een heel leger achter hen aankomen. The greatest army in the world. De grootste leger ter wereld. The best. De beste. They were on top of chariots. En ze waren daar onderweg. Equipped to finish all of them. En ze waren bewapend om hun dan helemaal te. And there was the Red Sea. En daar was de Rode Zee voor hun. They saw it. Ze zagen het. God opened the Red Sea miraculously. En op een wonderbaarlijke manier heeft God de Rode Zee geopend. And they passed. En ze konden dan er doorheen. Safely. Ze werden gered. They looked. En ze keken achter. And they saw all the Egyptians die. En ze zagen hoe alle Egyptenaren gedood werden. When they needed food. Wanneer ze dan eten nodig hadden. Food fell. Toen kwam het eten uit. The Bible said that their clothes, when there was no dry cleaner there, their shoes, as they are growing, their shoes are growing and the shoe is fresh. Their clothes are fresh. Nothing. They were, I mean, miraculous living. Ze hadden een wonderbaarlijk leven. But go and check the Bible. Maar ga dan de Bijbel onderzoeken. Mopperen. Het waren de mopperaars. Murmuring and complaining. Het klagen en het zeuren. Every time they would complain. Elke keer weer waren ze aan het mopperen. They would murmur. En ze waren het mopperen. They would murmur. Ze zouden and complain. En klagen. Despite all the goodness and the might and power of God that they saw. Ondanks alle machtigheid en goedheid van God die ze met hun eigen ogen hebben gezien. They never stopped complaining. Ze stopten nooit met klagen. Never. Nooit. Who were they complaining against? Tegen wie waren ze aan het dan klagen? God. Tegen God. And Moses. En Mozes. At the point they planned a coup. En op een bepaald moment dan hadden ze dan iets voorbereid. Coup, you know, they want military coup. They want to overthrow him. Say this Moses. En ze zeiden dan deze Moses. And what were they asking for? En waar vroegen ze naar? Have you ever asked what they were asking for? Ben je daarbij stilgestaan van wat vroegen ze eigenlijk? We want to go back to Egypt. Ze wilden teruggaan naar Egypte. We want meat. Ze wilden vlees hebben. We want onions. We willen dan uien hebben. We want garlic. We willen garlic hebben. Now, does it make any sense? If you go back to Egypt, will you be free? No. Als je terug zou gaan naar Egypte, zou je dan vrijheid? You can never be free. Je kan dan nooit vrij. Because Egypt was a place of bondage. Want Egypte dat was dan een plek van gebondenheid. What is my point? Wat wil ik sometimes dan? You can get used to bad condition to the point that even if they free you, you want to go back to that bad condition. Soms dan raak je dan zo gewend aan een slechte conditie dat zelfs als je dan de vrijheid krijgt, dan verlang je op een gegeven moment. Sometimes you can be enjoying bad condition. Soms dan raak je op een punt dat je gaat genieten van het. That even when they save you. Dat zelfs als ze u redden. You want to go back to it. Dan wilt u teruggaan in die slechte conditie. You want to go back to it. Dan wilt u teruggaan. You don't want to be free. U wil dan niet meer vrij zijn. Because there's a price for freedom. Want er is een prijs die u moet betalen voor uw vrijheid. Yeah. Who want to go back to Egypt? As if they had houses there. Alsof ze daar huizen hadden. They were slaves there. Ze waren daar slaven. They owned nothing there. Ze hadden niks daar. They couldn't even worship God there. Ze konden God niet eens aanbidden daar.
They were free. Ze waren vrij. How often do we want to go back to Egypt? Hoe vaak verlangen wij om terug te gaan naar Egypte? Every time. Elke keer weer. Miracles upon miracles upon miracles that we have seen. Wonderen boven wonderen die we gezien hebben. About our own life. Over ons eigen leven. Done by God. Die gedaan zijn door God. Through a man of God. Door een man Gods. In your own life. In uw eigen and leven. And the lives of people. En mensen om u heen. Yet. Maar dan nog. You still don't believe. Gelooft u nog niet? That's the spirit of Egypt. Dat is dan de geest van Egypte. The spirit of Egypt. Dat is de geest van Egypte. There are some people, it doesn't matter what you do for them. Er zijn mensen, het maakt niet uit wat u doet voor hen. They go back to the same condition. Ze gaan terug naar diezelfde conditie. Because that's where you tell them sorry. Want dat is de plek waar u dan altijd weer moet verontschuldigen. How are you doing? Hoe gaat het met u? Oh, is that pastor, you know? Oh, his voice, the way he talk. Oh, die stem I en don't de manier like it. Hoe hij praat. Oh, ah, ik hou er niet van. Mm-mm. Those people there. Die mensen daar. It is never them. Het gaat nooit om hunzelf. It is always people. Het is altijd de ander. Egypt. Egypte. A place of, I can't call it comfort. You know, that my friend gave one example. He said, you know, there was a chimpanzee. Let me just do this, then I go to. There was a chimpanzee that was put in a 6x6x6 cage. Er was een chimpansee en die werd dan bij een 6x6 meter kooi gevangen genomen. For years. Voor jaren. And one day. En op een dag. They took the chimpanzee to the forest. Hebben ze dan die chimpansee dan eruit gehaald en die mocht de wildernis in. And they opened the cage. En ze hebben dan de kooi dan opengezet. And they set him free. En hij was vrijgezet. They celebrated it and left. En ze hebben gevierd en ze waren weggegaan. Do you know what? Weet u wat? Oh, come on, open your eyes and look at me. Do you know what? Weet u wat? This chimpanzee was only walking 6 feet this way, 6 feet this way, and 6 feet this way. He never left 6 feet within the forest. Die bleef maar de 6 meter meting in de wildernis dan hanteren. He was released from the cage. Hij was dan uit de kooi. But in his mind. Maar in zijn gedachten. He was still in the cage. Hij was nog steeds in de kooi. He was free. Hij was vrij. But in his mind, maar in zijn gedachten. He was not free. Hij was niet vrij. Amen. Still moving 6 meters. Hij was nog steeds 6x6 aan het bewegen. But the whole forest was there. Maar de hele wildernis die was dan but daar. He refused to enter inside. That's what has happened to Christians. Dat is datgene wat gebeurd is tot de Christen. They got salvation. Ze kregen de redding. They refused to follow Jesus. Maar ze weigeren om Jezus te volgen. They take one step. Ze nemen één stap. They go back. En dan gaan ze terug. Because there they are familiar with it. Want daar zijn ze dan aan gewend. I challenge you today. Ik daag u uit vandaag. To set your mind free. Om uw gedachten vrij te zetten. Set your mind free. Zet uw gedachten vrij. If you set your mind free, als u uw gedachten vrijzet, you see the greatness of God. Dan ziet u de goedheid, de grootheid van God. That same God, diezelfde God, that you saw in your life, die u in uw leven zag, many years ago, vele jaren terug. That same God, diezelfde God, is still the same God. Hij is nog steeds the God that is changing you. De God die u verandert, is still the same God. Is nog steeds and if you trust Him. Als u hem vertrouwt, and you believe him, en u gelooft he hem, will take you far. Hij zal u ver brengen. But do you believe him? Maar gelooft u hem? God is looking for man. God die is op zoek naar een mens. Is looking for man. Voor de mens. Is looking for people of integrity. Hij is op zoek naar mensen met integriteit. He's looking for people of character. Mensen met karakter. He's looking for people of strength. Mensen met kracht. He's looking for people who will stand. Mensen die zullen staan. There is trouble in the world. Er zijn problemen in de wereld. But God is looking for people. Maar God is op zoek naar mensen. People who are principled. Mensen die met principes. People like Esther. Mensen als Esther. If I perish, I perish. Als ik verga, dan verga ik. People like Moses. Mensen als Moses. You know, God sent Moses, say, go to Pharaoh, but I will harden his heart. Want God die zei tegen Mozes, ga naar de farao, maar ik zal dan zijn hart verharden. He will not do what you ask him to do, but go there. Hij zal dan niet doen datgene wat u aan hem gaat vragen, maar ga daarheen. And he went. En hij ging. Why? Waarom? God said it. Want God heeft het gezegd. Amen.
God said it. God said it. God is looking for people of character. God is op zoek naar mensen met karakter. He's looking for people of integrity. Hij is op zoek naar mensen. He's looking for people who will stand. Mensen die zullen staan. When the wind is blowing. Wanneer de wind is. When the storm is very hard. Wanneer de storm hard. When things look like it's not going to work. Wanneer dingen dan uitzien alsof het niet zal werken. God is looking for people. God is op zoek naar mensen. You say I'm available. Die dan zeggen ik ben beschikbaar. Whatever I need to do. Wat ik dan ook moet doen. I'm going to do it. Ik zal het doen. God is looking for people. God is op zoek naar mensen. Who will be in the Hall of Fame. Die dan daar zullen zijn in de hal van de gelovigen. Like Samson. Net als Samson. Like Paul. Net als Paulus. Like Moses. Net als Moses. Like Abraham. Als Abraham. These people. Deze mensen. Their names are there. Hun namen zijn daar. Why? Waarom? They believed God. Ze geloofden God. That's the only certificate. Dat is hun enige. They believed what God said. Ze geloofden dat geen. And they dared to go for it. En ze gingen ervoor. Despite what they saw. Tenzij de ondanks alles wat ze they zagen. They never gave up. Ze hebben nooit opgegeven. They kept on pushing. Ze bleven doordrukken. Until it came to pass. Totdat het gebeurde. I don't know what God has told you. Ik weet niet wat God tegen u heeft gezegd. I don't know what you received during your fasting period. Ik weet niet wat u ontvangen heeft door gedurende uw vasten. I don't know how far you have gone with it. Ik weet niet hoe ver u daarmee bent gegaan. But I want to assure you. Maar ik wil u verzekeren. That if you heard it from God. Dat als u het gehoord and it was van God, clear from God. En het was duidelijk and van God. And it's not from you. En het komt niet vanuit u. It's going to happen. Dan zal het geschieden. But it will require all of you. Maar het vraagt alles van u. You cannot be your name cannot be written there except what he asks you to do. Become everything about you. Amen. Uw naam kan niet daar geschreven worden tenzij datgene wat hij van u vraagt niet helemaal over u geschreven is. It is only then. Het is dan that you see his power. Dat u dan zijn kracht zal zien. We live in a world. We leven in een wereld. Where for little thing. Dat voor kleine dingen. People reveal who they are. Mensen die laten zien wie ze zijn. We sing songs in the church. We zingen liederen in de kerk. That we cannot live according to what he says. Dat we dan niet kunnen leven naar hetgene wat de liederen zeggen. We preach messages. We preken boodschappen. That does not show in our character. Die niet zichtbaar zijn in onze karakter. But God is looking for people of character. Maar God is op zoek naar mensen van karakter. Every time God finds somebody. Elke keer als God iemand vindt. He shows himself mighty with that person. Dan laat hij zichzelf op een machtige manier zien aan die persoon. Every time he finds somebody. Elke keer als hij dan zo iemand vindt. He turns the person to a warrior. Hij brengt die persoon tot een strijder. Because what the person sees. Want datgene wat die persoon ziet. Is different from what other people see. Is anders dan datgene wat anderen zien. Let's go to Judges chapter 11. Laten we dan gaan naar Richteren hoofdstuk 11. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Oh, the hallelujah is very low. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody say I hear. I hear. Judges chapter 11. Richteren hoofdstuk 11. Judges 11. Richteren hoofdstuk 11. I'm going to start reading from verse 1. En ik ga lezen vanuit vers 1. Are you there already? Bent u daar? If you are looking for Judges in New Testament, please go to Old Testament. Amen? Amen. Judges chapter number 11. Richteren hoofdstuk 11. Hallelujah, I'm so excited this morning. Amen. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor. Somebody say I'm a mighty man. Let the man say I'm a mighty man of valor. I'm a mighty man of valor. I needed to hear some bass. I'm a mighty man of valor. I'm a mighty man of valor. When God calls you a mighty man of valor, you are really a mighty man of valor. This is not somebody calling you a wifey and calling you all kinds of names. That is somebody calling you. But when God calls you a name. Want maar wanneer God u dan een naam geeft. You are. Dan bent u dat. And he was the son of an harlot.
Gilead begat Jephthah. Jephthah was the son of a harlot. Jephthah, die was dan de zoon van een hoer. Thank you so much. And God said, is a mighty man of valor. En God die zei, die is dan een dapper held. A son of a harlot. Een zoon van een hoer. And Gilead's wife bare him sons, and the wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah, and said unto him, thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Then Jephthah fled from his brethren, and dwelt in the land of Tob, and there were gathered vain men to Jephthah, and went out with him. The story is developing. Het verhaal ontwikkelt zich verder. The story is developing. Het verhaal ontwikkelt zich. And it came to pass in process of time that the children of Ammon made war against Israel. And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went out to fetch Jephthah out of the land of Tob. And they said unto Jephthah, come and be our captain, that we may fight with the children of Ammon. And Jephthah said unto the elders of Gilead, did not ye hate me, and spare me out of my father's house? And why are ye come unto me now, when ye are in distress? And the elders of Gilead said unto Jephthah, therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. And Jephthah said unto the elders of Gilead, if ye bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? Shall I rule over you? And the elders of Gilead said unto Jephthah, the Lord be witness between us, if we do not so according to thy words. I want you to lift up your voice and say, Father, Father, when the time comes, when the time comes, it will be according to my word. It will be according to my word. Over my enemies. Over my enemies. Amen. Verse 11, then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them. And Jephthah uttered all the words before the Lord in Mizpah. We'll stop here for today. Next time we'll continue with that. This is a very beautiful developing story. Dit is dan een heel geweldig verhaal. About somebody. Over iemand. Who was born. Die geboren was. In an unusual way. Op een ongebruikelijke manier. Even the name of the mother is not mentioned. Zelfs de naam van de moeder wordt niet benoemd. The child was conceived out of wedlock. It was conceived outside marriage. Het was dan buiten het huwelijk verwekt. By a harlot. Door Gilead. By a harlot. Door een hoer. That's how Jephthah was born. Zo werd Jephthah geboren. And when he grew up. En toen hij opgroeide. His older brothers. Zijn andere broers. Came together. Die kwamen samen. And you know the mother is not living there. En u weet dan, de moeder die woonde niet daar. Because the mother is a professional. Want die moeder is een professionele. She's doing her job. Die heeft dan zijn werk. She's not living there. Die woont niet daar. She's not under anybody's roof. Die is dan niet onder het dak van iemand. She's practicing her thing somewhere. Die practiceert zijn eigen dingen. So this child has to grow up in a very difficult situation. Dus deze zoon die moest opgroeien in een moeilijke situatie. No mother care. Geen moeder die voor hem zorgde. When he cried in the midnight. Toen die middernacht dan huilde. When he had fever in the midnight. Toen hij dan koorts had middernacht. When he needed special care. Als hij dan speciale verzorging he nodig had. He never had it. Had hij het nooit verkregen. And one day the brothers came together and said, listen to me, you are here, where's your mother? We don't know your mother. We know she's selling something somewhere, but what are you doing here? Ze kwamen bij elkaar en zeiden, wat doet u hier? Want ik wil weten dat uw moeder niet hier is. If you think this thing happened only one day, then you didn't grow up properly. Als u denkt dat dit dan alleen maar één dag zo gebeuren. Can you imagine the torture he was going through?
Kunt u zich voorstellen de kwelling waar hij doorheen? Have you ever been in a situation, no matter what you do, is counted as wrong? Bent u dan ooit in de situatie dan geweest dat maakt niet uit wat hij doet, dan is het altijd verkeerd. It doesn't matter what you do. Het maakt niet uit wat hij doet. It is wrong. Het is altijd verkeerd. It's a terrible situation to live in. Het is een verschrikkelijke situatie om in te leven. That's where Jephthah was. En daar was Jephthah. But God's eye was on him. Maar Gods ogen die waren op hem. I say God's eyes was on him. Ik zeg, God's ogen waren op hem. Why? Waarom? Every situation you find yourself. Elke situatie waar u zich bevindt. Write it down. Every situation you find yourself. Schrijf het op. In elke situatie waar u zich bevindt. Let God develop your character in it. Laat God u daarin uw karakter ontwikkelen. Jesus. That's how God finds people. En zo vindt God mensen. When you are going through any situation, wanneer u dan door situaties heen gaat, let God build your character there. Laat God uw karakter daarin bouwen. He was in a situation where he was treated bad. Hij was in een situatie dat hij dan slecht behandeld werd. He was in a situation where his mother was not there. In een situatie waar zijn moeder niet daar was. Where they were not kind to him. Dat ze niet vriendelijk waren. He didn't receive the love he needed. Hij ontving niet de liefde dat it hij nodig had. It is possible while other children are playing outside, he's walking inside. Het was mogelijk dat terwijl alle andere kinderen aan het spelen waren, dat hij dan binnen moest zijn. It was possible that every day they had to settle an issue between him and his brothers. Het was zo mogelijk dat hij misschien elke dag een probleem had met een van de broers. So he had to develop skills. Dus hij moest vaardigheden ontwikkelen. To deal with people. Om met mensen om te gaan. The brothers came together one day and said, you know what? En de broers die kwamen dan een dag bij elkaar en ze zeiden, weet that house belongs to my father. Dit huis behoort onze vader. That land belongs to my father. Dat terrein behoort onze vader. That that horse belongs to papa. En dat behoort dan ook dan naar onze vader. You are not one of us. En jij bent niet een van ons. Go. Ga. Go peacefully. Ga dan in vrede. We don't want you here. We willen u niet. Because we don't want you to share from what our father is having. Want wij willen niet wij willen niet delen datgene wat van onze vader is met u. I didn't see where his father was protesting. En ik zie dan nergens in de Bijbel waar zijn vader dan voor hem opkwam. I didn't see where the uncles were protesting. Of dat de ooms voor hem opstonden. I didn't see the elders even saying no. Of de oudsten die dan zeiden van hem. I didn't see the mother say, oh, what a lovely boy, leave him alone. Of dat die moeder dan opstond en zei van laat die liefdevolle zoon met rust, dat kind met rust. They sent him away. Maar ze hebben hem weggezonden. He left. En hij ging. And the Bible says. En de Bijbel zegt. Vain people. Die, useless people. Waardeloze Come on, mensen. Let's go. Useless people. Waardeloze mensen. Worthless people. Wereldse mensen. People that the village didn't want. De mensen die dan het dorp niet wilden. The troublemakers. De problemenmakers. Those that are going nowhere. Degenen die nergens heen gaan. They follow him. Volgen hem. They did what? Wat deden ze? Followed him. Ze volgden hem. I wish I was teaching leadership classes. If you want to make impact in the world, als u invloed wil hebben in de wereld, and you are looking for already prepared people, en u gaat op zoek naar alleen maar de mensen die al klaar voor zijn, you will never get anywhere. Dan komt u nergens. You remember the story of David? U herinnert zich dan het verhaal van David? The same set of people went to follow David. Dezelfde soort mensen die volgden David. And those became great men of David. En die werden dan grote mannen van David. These vain people that went with him. Deze mensen deze waardeloze mensen die hem volgden. They went with a man of character. Ze gingen met een man van karakter. And they began to build. En ze begonnen te bouwen. And you know when you have peace. En weet u als u vrede hebt. You always think there will be no trouble. Dan denkt u dat er geen problemen zijn. You always think nothing will happen. Dan denkt u dat er niks zal gebeuren. One day. Maar op een dag. The Ammonites. De Ammonieten die kwamen. And they checked themselves. En ze gingen dan. They know that. De Ammonieten die kwamen. And they checked themselves. Going to be. Zonder na te denken waar hij dan zou zijn. They drove him out. Ze hebben hem weggezonden. Without thinking that he was their own blood. Zonder na te denken dat hij hun eigen. All the elders were watching. En al die oudsten die waren toen aan they de kijken. Saw it. Ze zagen het gebeuren. And they never said a word. En ze hebben nooit een woord uitgesproken.
Because they saw the inheritance. Want ze zagen dan alleen, ze keken alleen naar de erfenis. But now trouble is come. Maar nu is er probleem. There's trouble. Er is nu een probleem. There's trouble. Er is nu een probleem. You know there is trouble that doesn't respect anything. It's like wildfire, you just become, you know what you can do. Meanwhile, Jephthah was in the backside of the country. Die was dan daar achter, helemaal achter, verloren in de stad. With useless people. Met waardeloze mensen. Nobody wanted those people. Niemand wilde die mensen om zich they heen. They were even happy they left the village. Ze waren dan zelfs blij dat ze allemaal dan uit het dorp waren. And he began to develop them. En hij begon deze mensen te, klaar te maken. He began to develop them. Om hun te ontwikkelen. And now they come to them for help. En nu komen ze dan naar hun toe om hulp te vragen. So come and help us. En die zeggen, kom ons helpen. Come and help us. Kom ons helpen. They say no problem. En ze zeggen, nou, dat is geen probleem. I will help you. Ik zal u helpen. But one condition. Maar er is één conditie. After I finish. Als ik klaar ben. I will rule over you. Dan ben ik dan de heerser over u. I will rule over you. Dan zal ik heersen over u. I will rule over you. Ik zal u over u heersen. I will rule over you. Ik zal over u heersen. You can remember the story of Joseph. U kan zich herinneren het verhaal van Jozef. It's the same thing. Het is hetzelfde. The brothers conspire to kill him. Die kwamen bij elkaar om hem te doden. Why? Waarom? For a dream. Voor zijn dromen. He shared his secrets with people who didn't know, who were not supposed to hear it. Hij heeft dan zijn geheim met mensen gedeeld die niet in staat waren om dat te begrijpen. There are people who are not supposed to hear certain things. Er zijn mensen because die niet bedoeld. From the very day they hear it. Want op het moment dat ze het horen. They purpose in their heart to be your enemy. Dan zetten ze zich klaar in hun hart om uw vijand te zijn. Say, how dare you? Hoe denkt u dat u bent? To climb so high. Om zo hoog te klimmen. The brothers. De broeders. They came together. Ze kwamen bij elkaar. To kill Joseph. Om Jozef te doden. When he came to bring lunch for them. Toen hij dan eten ging brengen voor hen. It was an obedient child. Het was een gehoorzame kind. He loved his own brothers. Hield van zijn eigen broers. Even though his mother was no longer alive. Zelfs dat zijn moeder niet meer leefde. Sometimes you are in a circle, you are with among people. They're supposed to show you love. They're supposed to take care of you. But what do? They reject you. Soms dan ben je dan omringd door mensen en in plaats dat u dan liefde van hun ontvangt en ondersteunen, maar ze wijzen u af. Don't worry. Maakt u zich geen zorgen. They reject you. Ze wijzen u af. Don't reject yourself. Wijs u zelf niet af. Jephthah. Was thrown out. Die werd uitgezonden. They thought it was finished for him. Ze dachten dat het klaar was met hem. But they really did him good. Maar ze hebben eigenlijk hem iets goeds aangedaan. Because he was able to build an army. Want hij was in staat om dan een leger op te richten. That made him very famous. Die hem dan heel bekend maakte. What can we learn from this short story? Just to wat this extent. Next week we'll go forward. Verhaal. What can we learn from there? Wat kunnen we hieruit leren? We need to develop characters in difficult times. Wij moeten dan onze karakter bouwen in moeilijke omstandigheden. We need to build character in difficult times. Wij moeten onze karakter bouwen in moeilijke tijden. We need to do that. Wij moeten dat doen. We are living in a world. We leven in een wereld. Where we have been taught that anything that is wrong with you. Dat we geleerd zijn dat alles wat verkeerd is met u. Is somebody's fault. Dan is het iemand anders fout. Anything that happens to you. Alles wat u dan gebeurt. Is somebody's fault. Het is dan de fout van iemand anders. If you don't blame it to somebody. Als u dan niet iemand anders voor beschuldigt. Then you blame it on your past. Dan is het dan uw verleden. That's what psychologists have taught us. Dat is hetgene wat psychologen ons leren. Everything that happens to us. Alles wat ons gebeurt. Is our past. Dat is ons verleden. Or somebody did it. Of iemand anders die het doet. That's why you see weak people everywhere. En daarom ziet u dan overal zwakke mensen. Let me ask you one question. Laat me u één vraag stellen. No matter how good your past is. Maakt niet uit hoe goed uw verleden is. There is always an experience that is not good. Er is altijd een ervaring wat niet fijn was. But which one are you holding on to? Maar waaraan houdt u zich vast? Is there anybody on earth that has never been offended by somebody?
Is er iemand hier op de wereld die dan nooit aanstoot heeft ervaren? Which one are you holding on? So when you go to the psychologist, he said, let's look at your past. Or let's look at people who offended you. It's not scientifically talking to you. It's giving you something that's already existing. And trying to pat you on the back so that you can keep on visiting as long as possible and is making money out of you. Develop your character in difficult times. Ontwikkel uw karakter in moeilijke tijden. Everybody goes through difficult times at different levels. Iedereen gaat door moeilijkheden op verschillende momenten. And God will give you your own test based on your own script. En God die zal u dan uw eigen test geven afhankelijk van uw eigen verhaal. And you will pass it. En u zou daarin slagen. If you are dedicated to coming out of it. Als u dan toegewijd bent aan daaruit uitkomen. We live in the world. We leven in een wereld. Today where people refuse to develop their character. Dat mensen weigeren om hun karakter te ontwikkelen. They blame people. Ze geven iedereen de schuld. They blame their environment. Hun omgeving. And they blame the past. En ze geven alle schuld aan aan het verleden. I'll give you examples. Ik geef u voorbeelden. We have nicotine addicts. We hebben verslaafden aan nicotine. We have gambling addicts. We hebben gokverslavingen. We have wife beating addicts. We hebben verslaafden die vrouwen mishandelen. They have child molesting addicts. En mensen die dan hun we have debt addicts. We hebben schulden naast. They are self-abuse addicts. They just like to abuse themselves. Dat ze dan zichzelf kwellen. We have all kinds of addicts. We hebben vele soorten verslavingen. Why? Waarom? Why do we have these addicts? Waarom hebben we al deze verslavingen? Because there are diagnoses for it. Want er is een diagnose daarvoor. Oh, you are an addict. Oh, je bent aan dit. It's not your problem. Het is niet uw probleem. Oh, you are drinking because your father used to tap your ear those days when you were small. Oh, je bent aan het drinken omdat uw vader gewend was toen u klein was om aan uw oor te trekken. Do you know why you smoke? Weet u waarom u rookt? You can't stop it. Je kan het niet stoppen. No. Nee. You remember the first day you smoked? Weet u nog de eerste keer dat u dan? Your mother beat you. Uw moeder had u in elkaar geslagen. And that is the problem. En dat was het probleem. So you need to keep on smoking. Dus daarom moet u doorgaan. Because you need to deal with the beating. Want u moet dan afrekenen met die pak slaag. They explain everything off. Ze nothing is seen as a sin anymore. Niks is meer een zonde. Somebody gets 3,000 today. Iemand die krijgt vandaag 3,000. Within 2 days. En binnen 2 dagen. Is finished. Is het klaar? What did he buy? Wat heeft hij gekocht? Nothing substantial. Niks van substantie. Instead of you to tell the person what are you doing? In plaats dat u zegt die persoon zegt wat ben je aan het doen? He say he has problem. En dan zeggen we, oh, die heeft een probleem. When he was small, toen die klein was, the parents used to give him five euros as pocket money, so he didn't have enough money to use. So it's the problem now. De ouders die hebben altijd hem 5 euro gegeven en die weet dan nu niet hoe die dan met veel so geld omgaat. So we have people moving around who have problems. Dus we hebben mensen. And they accept it that they have problems. En ze accepteren dat ze problemen hebben. They don't want cure. Ze willen dan geen oplossing. Because it is an excuse to remain there. Ze willen geen genezen, maar and you cannot convince them. En je kan ze niet overtuigen. That they should come out of it. Dat ze daaruit moeten komen. Because that's their comfort zone. Want dat is hun comfortzone. And when people like me preach like this. En als mensen net als ik dan zo. They say I don't understand. En dan zeggen ze dat ik dat. You are 70 years old. U bent dan 70 jaar. You have lived in a particular way. En u heeft op een bepaalde manier. And you have seen the result of your life. En u heeft een resultaat. And somebody is telling you it can be done better. En iemand die zegt tegen u dat het beter kan. And you refuse to listen to that person. En u weigert om. And you continue in your way. En u gaat and you want good results. En u weet goede resultaten. It will never come to pass. Het zal nooit geschieden. In difficult times. In moeilijke tijden. That's when you develop character. Dan moet u dan uw karakter. In difficult times. In moeilijke tijden. That's when you show love. Dan laat u dan in difficult times. In moeilijke tijden. That's when you show understanding. Dan laat u begrijpen. In times of trials. That's when you stretch your hands out to help people. In tijd van uitdagingen, daar moet u dan u om mensen te helpen. Everything you learn. Alles wat u leert. When you are in difficulty. Als u dan in you practice it. Dan beoefen u dat.
If you are in trouble, you don't smile. Als je in een problemen bent en u lacht niet meer. I have to wait for you not to be in trouble to smile to me. Maybe by the time you want to smile to me, I'm in trouble. Then I don't smile too. Misschien dat de tijd dat u dan eruit bent en u wil lachen tot mij en ik zit dan in een vervelende situatie. If you insult me because you are irritated. Als u mij dan. And I have to accept it. En ik moet het accepteren. Where is your character? Waar is uw karakter dan? This young man. Deze jonge man. Despite what he was going through. Ondanks alles wat hij doorheen ging. Do you know what it is? Weet u wat het is? To be the child of a harlot. Om dan een faceless woman te zijn. Een vrouw zonder gezicht. In our eyes. In onze ogen. In the eyes of the world. In de ogen van de wereld. We will call the child an illegitimate child. Dan zullen we dan dat kind een. But in the eyes of God. Maar in de ogen van God. That child was a man of valor. Dat was een dappere held. He came to this world. En hij kwam naar deze wereld. To show faith. Om geloof te laten zien. How he came. Hoe hij kwam. It didn't matter. Het maakte niet uit. At least he was not killed before he came. Hij was dan niet vermoord voordat hij dan kwam. And in difficult, do you know what it is? Have you ever been in trouble and people come to you to solve their problems? Well, some of you have not been there. I've been there many times. In real problem. In echte problemen. And you are solving somebody's problem. En dan ben je dan zit je daar en je bent dan het probleem van. He took his bag, his living house. They drove him out. Die pakte dan zijn bundel. And he said, "Well, give me your bag. Let me use it. Give me your bag." He took his bag when they drove him away. Hij pakte dan zijn tas toen die dan weggedreven werd. And he said, "Where do I go?" En die vroeg zich af, waar zal ik gaan? Where am I going to sleep tonight? Waar ga ik vanavond slapen? What am I going to eat? Wat zal ik eten? Huh? What kind of life is this? Wat voor leven is dit? And he looked back. En hij keek achter zich aan. People have worse condition are following him. Mensen in slechtere condities die liepen achter hem aan. And he didn't say. En hij zei niet. Go back. Ga terug. He forgot himself. Hij vergat zichzelf. And began to take care of those people. En die ging dan voor die mensen. When you take care of people. Wanneer u dan voor mensen gaat zorgen. In spite of your own issue. Ondanks uw eigen situaties. God will see you. God die zal u and zien. And he will give you the strength. En hij zal u dan de kracht geven. To take care of people. Om dan Where did he get money to take care of these people? Waar kreeg hij dan het geld om dan voor deze mensen te zorgen? Where did he get shelter for them? Waar kreeg hij dan plek om voor hun? They became so important. Ze werden zo belangrijk. That the whole town is coming for them. Dat de hele stad die kwam dan nu voor hun. He demonstrated that you can never do it alone. Hij heeft dan laten zien dat je het nooit alleen kan doen. You need the right team to be able to do something. Je hebt dan het juiste team nodig om daarvan in staat te zijn. He didn't say, "Why are you following me? Don't you know I'm in trouble? Go away." Hij heeft dan niet gezegd van waarom volgen jullie niet dat ik zelf in problemen zit. Thinking about my own issue, you are coming with your issue. Ik heb mijn eigen problemen, dan komt u dan met uw problemen erbij. Leave here. Ga dan weg. No, he didn't do that. Dat heeft hij niet gedaan. He paid attention to them. Hij heeft aandacht geschonken aan even in his own problems. Zelfs in zijn eigen problemen. We must not be bound by the past. Wij moeten niet gebonden worden door het verleden. The past we should let go. Het verleden moeten we laten gaan. You see, when they came to him, he did not go into. Are you not there when they? Are you not Okonkwo? When they were driving me, you didn't say anything. Hij heeft daar ook niet gezegd. Let your son go and fight. Maar jij stond daar ook daar toen ze mij wegdreven en jij zei dan toen niks. Daar ging hij niet op in. He didn't do that. Hij After they consulted me, went to pray. He went to talk to God because he was used to talking to God. Hij was gewend om. While he was in the Father's house, he was used to talking to God already. En toen hij dan ook daar in het huis van de Vader was, was hij ook gewend om met God te praten. We must not be bound by the enemy. We moeten niet gebonden zijn door de vijand. We must not be bound by the enemy. We moeten niet gebonden worden door de vijand. The words of the enemy. De woorden van de vijand. The desires of the enemy. De verlangens van de vijand. The plans of the enemy. De plannen van de vijand. The conspiracies of the enemy. De
conspiraties van de vijand. The manifestations of the enemy. De manifestaties van de vijand. Must not bound us. Die moeten ons niet binden. We must lose ourselves from it. We moeten onszelf vrijzetten. We must lose ourselves from it. We I say we must lose ourselves from it. We must not be controlled by what the enemy is talking about in our lives. We must set it aside and keep on going according to the word of God. We moeten dat opzij zetten en dan doorgaan met het woord wat van ons. When they sent him out, toen ze hem wegzonden, they thought it was finished for him. Dachten ze dat het dan klaar was. Sometimes people will leave you. Soms zullen mensen u dan achterlaten. To frustrate you. Om u te frustreren. But don't leave yourself. Maar laat jezelf niet achter. Keep on doing what you are doing. Blijf datgene the result may not show now. Het resultaat zal misschien niet gelijk zichtbaar zijn, maar op een dag. The result will show. Zal het resultaat zichtbaar zijn? Am I talking to somebody? Spreek ik tot iemand? Don't let your enemies bound you. Laat uw vijanden u niet vastbinden. Don't let your enemies bound you. Laat uw vijanden u niet vastbinden. Don't let them bound you. Laat ze u niet vastbinden. When you look at the story of Jephthah to this point. Als u dan kijkt naar het verhaal van Jephthah tot dit punt. You can compare it to the story of Jesus. Dan kunt u het vergelijken met het verhaal van Jezus. Especially in the area of, if I win, I will rule over you. En zeker op het gebied van hey, maar als ik win, dan zal ik over u heersen. When we are in trouble. Als we in problemen zijn. When the enemy surrounds us. Als de vijand ons omringt. And we cannot do anything. En we kunnen niks doen. We cry to Jesus. We huilen uit. And what does Jesus say? En wat zegt Jezus? Give your life to me. Geef uw leven aan mij. Give your life to me. Geef uw leven aan mij. Give your life to me. Geef uw leven aan mij. Repent from your evil ways. Bekeer van uw kwade wegen. And give your life to me. En geef uw leven aan mij. If you give me your life. Als u mij uw leven geeft. I will rule over your life. Dan zal ik heersen over uw leven. When you repent. Als u zich bekeert. And give me your life. En u geeft mij uw leven. You will allow me. Dan staat u mij toe. To rule in your life. Om te heersen in uw leven. And most cases because we're in trouble. En vele momenten omdat we in problemen zijn. We repent. Dan bekeren we ons. I will say you are Lord over my life. En dan zeggen we u bent Heer over mijn leven. And after some times. En na een tijd. We go back to Egypt. Dan gaan we terug naar Egypte. You can compare it. Ik kan het daarmee. Jephthah said, you know what? Jephthah zegt, weet je wat? I know you people. Ik ken jullie. If I win this battle, als ik dan deze strijd win, you will go back to your wickedness. Dan gaat u dan terug naar uw kwaadheid. To change the whole society. Om de hele maatschappij te veranderen. To bring you people the one who knows better. Om u dan te brengen naar degene die het beter weet. Because you have departed from him. Want u bent dan daarvan weggestapt. If I win. Als ik win. I will rule over you. Dan zal ik heersen over u. What does it mean? Wat betekent dit? I will bring you back to God. Ik zal u dan terugbrengen the naar God. The God of Israel. De God van Israël. Will become your God. Dan zal die uw God worden. You will not worship other gods. U zal dan geen andere goden aanbidden. It is good to help people. Het is goed om mensen te helpen. It is good to lead people. Het is goed om mensen te leiden. But you need to lead them to Jesus. Maar u moet ze leiden tot Jezus. After you have helped them. Nadat u hun, and while you are building them up, en terwijl u hun opbouwt, you need to use the principles of the Bible to build them up. Dan moet u dan de principes van de Bijbel gebruiken. No compromise. Geen compromis. You cannot bend any of the laws. Je kan dan geen enkele wet binden. If they are going to be strong with you. Willen staan met if you're building your family, als u dan uw familie bouwt, you're building your friends, of uw vriendschap, you're building a business, of een bedrijf, you're building a team, of een team, you have people around you, je hebt mensen om u heen, you have to use the infallible principles in the Bible. Dan moet u dan de principes van de Bijbel volgen. The laws of the Bible have to rule the people. De wetten van de Bijbel die moeten dan de mensen leiden. If you don't do it, als u dat niet doet, they will always get into trouble. Dan zullen ze altijd in problemen. And what you do is keep on saving them. En wat u doet is hun blijven redden. Jephthah knew. Jephthah wist. You see, if I win, hij zei, als ik win, I will bring the government of God in that city. Dan zal ik dan de overheden van God binnenbrengen. And he went into prayer. En hij ging in gebed. For God to lead him in the battle. Voor God om hem te leiden te midden van die strijd. Because he knew. Want hij wist. That greater is he that is in him. Dat groter is hij die in hem is. Than he that is in the world. Dan hij die dan in de wereld is. I don't know what battle you are going through right now. Ik weet niet door welke strijd u dan
nu heen gaat. Of the battle you want to go through. Of de strijd die u wil aangaan. I want you to call on the Lord. Ik wil dat u dan de Heere aanroept. The Lord of Lords. De Heer des Heren. The King of Kings. De Koning der Koningen. The Ancient of Days. De Oudste der Dagen. The Glory of Israel. De Glorie van Israël. I want you to call on Him. Ik wil dat u Hem aanroept. And the way He helped Jephthah. En de manier hoe Hij dan Jephthah. Is going to help you with that battle. Hij zal u dan ook in die strijd helpen. The presence of God is in this place right now. De tegenwoordigheid van God is I hier want you in deze to just plek. Open your mouth and begin to speak to Ik him. Wil dat u uw mond open en dat you u can pray in another tongue, you can pray whatever language you want to pray, but don't keep quiet. Just pray. Pray. I don't know what battle it could be, the battle of sickness, it could be the battle of marriage issues, it could be the battle of children, it could be business, it could be financial, it could be academic, whatever it is. Just call on him. Call on him. Call on him. Just call on him. Call on him. Call on him. Just call on him. Call on him. Call on him. Tell him the battle you are going in and ask him to lead you. In the name of Jesus. Say, Father, lead me, lead me, lead me, lead me. As I go through this battle, lead me, O Lord. Let me not be alone on my own, but lead me. They say a door is open, but there are enemies. There are enemies standing, not allowing you to go through it. You need to fight. You need to learn how to fight in the name of Jesus. Just open your mouth and begin to pray. Those of you at home, you also pray. I don't know what battle you are going through, but the Lord will always lead you. Talk to him. In Jesus' name, Amen. Father, in the name of Jesus. As a church, we are asking you to stand with us. Amen. We are asking you to deliver new weapons to us. Amen. Weapons that will surprise the enemy. Amen. Weapons that will defeat the enemy. Amen. Weapons, oh God, that will use to ambush the enemy. Amen. And restore your glory in the name of Jesus. Amen. Thank you for the things you are doing already. Thank you for the glorious things you have done for us. Amen. Thank you for those of them who are here and those of them who are at home. Father, continue to protect their families. Amen. Protect our workers who are working in sensitive areas in the health sector and other essential sectors. Amen. Let this pandemic not touch them in the name of Jesus. Amen. Lord, heal everyone that is in the sick bed right now, Amen. In every hospital, that is not able to pray for himself, Amen. That is struggling with his life or her life. Amen. Father, send your angels to help Amen. Them in the mighty name of Jesus. Amen. We release healing for them in the mighty name of Amen. Jesus. Lord, as the children go back to school tomorrow, we pray that you will protect them and guide them. Amen. And oh Lord, you will cover them with the precious blood of Jesus. Amen. And nothing shall by any means touch them. Amen. Father, later as we go home, we drive through this wonderful weather you have given to us. We pray that you bring us home safely Amen. To meet our families. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And the people say, Amen. 1, 2, 3, go. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give the unexpected end. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Let's take our offering quickly. I almost forgot. Those of you at home, the instructions about the offering is right there on the screen. It's right there on the screen. You can give your offering, and those of you here just indicate. If you are giving your offering through your telephone, it's no problem. You want to write your offering, please raise your hand so that they can give you envelopes. Amen? Amen. Are you ready? Something more than gold. Please give the youth envelopes. Don't pass them. You made that mistake often. Give them envelopes. Let them begin to build their financial lives. Are we ready with the offering? Is that microphone working? Yeah. Amen. We're still on, right? Amen. Alrighty, please write your offering quickly. Write your offering quickly. Rakensley, please come. Come and pray for the offering.
Our Heavenly Father, we thank you for this moment of giving unto you, Lord. Precious Father, you have said in your word that we should give unto you good measure, pressed down, shaking together, would men give unto us as we give unto you this morning, Lord. Precious Lord, let our offering become a sacrifice of praise and worship unto you. Amen. We thank you for this moment of giving. Yes. We give you all the glory. We give you all the honor because you are the peace unto our life, Lord. Yes. You are our everything, Father. As was given unto you, Lord, may blessings, may your presence and everything that we have given this morning be honored and be glorified in your name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Please just drop your offering under your chairs and the treasurer will pick it up. God bless you. Thank you for coming. We love you. Our services and every program we have, let me just make this announcement. Our services and every program we have on our planning. Onze diensten en alle diensten die we dan hebben op de planning. We go on. Die zullen doorgaan. Everything is going on. Alles gaat door. The church is open fully. De kerk is so open. So check your planning and follow the programs that are on your planning. Dus check uw planning en dan volg alles wat er op de planning is. God bless you. We'll see you soon. God zegen u en we zullen u zien.